De automotive sector in Nederland is de laatste jaren flink gegroeid en telt inmiddels ruim 40.000 banen. Een aanzienlijk deel van deze industrie is gevestigd in Brainport-regio Eindhoven. Het is de thuisbasis van wereldleiders als DAF Trucks, VDL Groep, TomTom, NXP Semiconductors en Philips en toponderzoeks- en opleidingsinstituten als de Technische Universiteit Eindhoven, TNO Automotive en PDE Automotive. Het spreekt ook voor zich dat onderwijs een belangrijke rol speelt in deze regio. Kansen liggen er eigenlijk voor allerlei bedrijven, ook voor Belgische bedrijven. Dat heeft met name te maken met het ecosysteem. Dus als je met elkaar in staat bent om te zorgen dat in de hele keten je met elkaar gaat samenwerken, waardoor je dus allemaal profijt hebt van die samenwerking, dat is eigenlijk de kracht van deze regio. En daar nodigen wij eigenlijk ook de Belgische bedrijven bij uit. Zonder tekort te doen aan het Belgisch beleid overigens. Elk nieuw bedrijf dat zich wil vestigen in Helmond mag zich altijd bij mij melden. En dan zorg ik in ieder geval dat de paden gebaand worden voor vergunningen en dat soort zaken meer. We hebben natuurlijk allemaal onze specialismen in onze organisatie. Maar wij zorgen wel dat er een één loketfunctie in is waarin alles benadrukt wordt. Maar er moet ook voldoende arbeidspotentieel zijn. We hebben nog een redelijk jonge bevolking. En naar de toekomst toe, met alle vergrijzing, is het zeer belangrijk dat bedrijfsleven nog steeds personeel kan krijgen naar de toekomst toe. En doordat we heel goed samenwerken met het onderwijs, waarin we eigenlijk zeggen het moet vraaggestuurd onderwijs zijn. Het bedrijfsleven geeft aan wat de competenties van de toekomst zijn. Zie je dat wij met een bedrijf samen kunnen kijken hoe wij gezamenlijk de mensen voor de toekomst kunnen opleiden. En dat is voor een bedrijf wel heel erg belangrijk, want het gaat niet om nu, maar het gaat om voor de komende 10, 20 jaar. We hebben een aantal sectoren die heel erg in bloei staan op dit moment in deze regio. Dat is uiteraard de foodsector, maar ook het automotive cluster. Maar met name smart mobility, dus slimme auto's en het ontwikkelen van nieuwe concepten, heel erg interessant zijn voor het bedrijfsleven.